Yo, wat is up gasten, ik ben Ash en welkom bij The Wolf Gamer. En ja jongens, wij gaan vandaag weer Counter-Strike spelen. Alweer de 17e aflevering. Counter-Strike is een langdurende serie van mijn YouTube kanaal. Dus dat is best wel vet om nu alweer op de 17e aflevering te zijn. Laten we snel beginnen in de Team Deathmatch rondjes weer. Want de vorige rondje hebben we ander spel gespeeld. Met een kijker natuurlijk. En nu gaan we weer Team Deathmatch doen. Ik heb hier drie kisten die ik met Team Deathmatch heb gewonnen. En we gaan nu weer kijken of we een beetje Team Deathmatch weer een beetje onder de knie kunnen krijgen. Ik heb het een paar dagen geleden heb ik het weer een beetje gespeeld. En kon merken dat er heel veel hackers online zijn. En heel veel goede mensen. Dus wij gaan kijken of we daarbij horen natuurlijk. Of wij natuurlijk de beste, of in ieder geval ook de beste zijn. Of de even goed de snelste of de goede reactievermogen daarmee hebben. Dus wij gaan proberen. Wij wachten even totdat hij hopelijk laat. Als hij dit allemaal opneemt, dan vind ik dat allemaal goed. Als hij het niet opneemt, dan vind ik het ook niet allemaal goed. Mochten jullie de Try Not To Laugh Challenge hebben gezien. De video staat hieronder ook in de beschrijving. Mocht je hem nog niet hebben gezien, kun je ook gewoon op mijn YouTube kanaal vinden. In ieder geval, in die Try Not To Laugh Challenge heb ik gezegd dat ik in principe drie mensen dus ga uitnodigen om een meeting te doen. De meeting wordt nog gekeken waar, hoe of wat. Maar er komen dus, er mogen dus drie kijkers van mij krijgen dus een Instagram bericht. En die kunnen dus naar die meeting toe gaan. De rest moet allemaal met uitnodiging. Maar in ieder geval die drie mensen die hebben dus een lucky one. Die zijn dus de enigste die daarmee mazzel hebben. Zo, kijk, voilà. Dus houd in ieder geval je Instagram in de gaten. Mocht jij dat willen, laat dat hieronder even in de reacties even achter. Mocht je me volgen via Instagram, laat het dan daar ook even weten. Dan kan ik ook daar weten dat jij bijvoorbeeld wilt. We gaan lekker. We hebben 2 kills en 0 keer dood. Moet ik niet al te hard zeggen, want dan zou je net zien, dan word ik doodgeschoten. Oh, dat gaat best wel goed. 3 kills. Gaat goed, gaat goed. We gaan rustig verder. Kijken of we de beste kunnen wezen van dit potje. Het zal niet, maar... En we zijn de eerste keer dood. Hoppakee, headshot. En we gaan er lekker verder. Kijken of we nog wat mensjes kunnen doodknallen. Spelers. Dit is trouwens een hele leuke map. Deze map wordt ook gebruikt voor de events met Counter-Strike. Wat in het buitenland wordt gehouden natuurlijk. Deze gaat knijven. En ik vind dat heel laf. En dat ook. Maar goed. Dat is ook heel laf, want dan ben je in Spanje gewoon en dan kun je gewoon niks doen. Kijk waar ik het beste kan staan met deze automatische sniper. Ik ga wel even op een ander plekje staan. Dat was een goeie. Zo, die verdween volgens mij daar ergens. Hoppakee. Dit gaat goed. Dit stukje is goed. Moet er niet echt opvallen, maar... We kunnen wel hier...
iets doen. Niet veel. Oh, kut. Hij zag ons. Hij zag ons. Hij wist waar wij zaten. Kijk, dit is zo'n spanner. Hoppakee. Zo reken ik af met die spanners. Die mensen die spannen en tegelijkertijd kunnen bewegen en zo. In ieder geval, mocht je weten hoe diegene het doen, laat het me weten hieronder in de reacties. Want ik wil het graag ook weten hoe dat gaat. Of het gewoon een hack is, of het gewoon een cheat is, of weet ik veel wat. Laat het me even weten, als je mocht je het weten. En dan gaan we in ieder geval hopelijk verder. Ik werd net twee keer gekild door precies dezelfde persoon. En ja, dat is best wel lastig natuurlijk, maar dat heb je met hackers. Hoppakee, headshot. Oh, ik dacht dat je een enemy was, sorry. Soms zie je dat heel lastig met sommige speelperiodes. Moet je echt heel goed kijken. Hoppakee. Sorry voor dat kind wat je hoort misschien erbij. Dat is een de buren. Het kind van de buren. Dus sorry daarvoor. Lijkt als de tering, dus er is weer een hacker online. Anders lijkt hij niet. Hoppakee. We worden geschoten, dus dat is niet best. Ik hoop dat niet al te veel geschreeuw komt. Anders doe ik even mijn raam in de tussentijd even dicht. Het helpt vooral misschien wel een beetje. Kijk, voilà. We hebben tenminste ons raam dicht gedaan. Dat kan ik vanuit mijn luie stoel doen, dus dat is alleen maar goed. Kip. Kipje kip. Hoppakee, dat was mooi. Even kijken, waar kunnen we nog meer pakken? We werd in ieder geval geschoten, dus. Oh, sorry. Yep. Ik had al zo vermoeden dat er eentje achter ons kwam. Dat is een eagle. Handpistool. Als je mazzel hebt, kill je hier iemand mee. Even kijken. Oh. Oh, lekker. Deze Nicole is best wel een goed wapen. Ik heb ook een metrieur gedeelte. Daar moet ik een beetje mee oppassen. Ik ben doodgeschoten door iemand anders, maar dat is al een beetje een laffe actie. Hoppakee. Als ik jou niet kan killen, kill ik jou wel. We gaan hier even terug. Even kijken of er niet iemand spant toevallig. Kijk, daar hebben we een speler die mij doodt als allereerste. Ik had hem ook gezien. Even kijken. Wat de sniper gedaan. Hoppakee. Dan helpen we gewoon eventjes kijken wat we hier kunnen doen. Wat of wat? Even kijken hoor. Hij zit daar te doen. Gaan wij hier even kijken. Wordt hier doorgeschoten? Nee, oké. Okay. Dan gaan we zo. Gaan we kijken of we misschien achter de vijanden aan kunnen. Of achter de vijanden kunnen komen. Waarschijnlijk niet, want ze worden al afgeslacht. Oeh. De eerste schot miste die en de tweede schot de killde me. Ik ga reladen. Mag dat ook? Kijk hoor.
Hoppakee. Gaat goed zo met dit handpistooltje. Het is ook een lekker handpistooltje deze. Ik heb 59 kills. Is dit 60? Ja, dit is 60. 61. Dat was... Oh, dit is 61. Oké, okay, cool. Ja, die mocht je hebben. Dat vond ik wel eerlijk, dat hij die mocht hebben, want ik was bezig met mijn wapen. Niet met schieten. Oh, ik dacht dat ik hem niet had gehaald. Oh, shit. Dat was twee keer in de nacht herhaal. Met de shotgun. Nice. Hey, fuck you. Kut, sorry. Zat precies in daar in die hoek. Kijk, we gaan hier. Oh, hier zat er al eentje. Lol. Kijk, nog 9, 7 seconden. Kunnen we nog wat killen. Laak, laak! 1, 0. Oké. Okay. Dit is een potje. We zijn in ieder geval. Wat zijn we? Wat zijn we? Voor de derde. Oh, we zijn de tweede van ons team geworden. Dus dat is mooi. Hoop dat jullie genoten hebben. Geef vast een duimpje omhoog. Vergeet niet te liken. Vergeet natuurlijk ook niet te abonneren op mijn YouTube kanaal. In ieder geval linkjes staan hieronder van mijn Facebook, Twitter en Instagram. Dus ik hier voor deze. Jongens, laters!